Het was net zo schattig. Weet je het al? Ja. Goedemorgen. Het is zaterdagochtend. Het was net zo schattig. Ik lag niet echt met slapen, maar nog wel te slapen in bed. En ik hoor Sharon echt zo heel zachtjes binnenkomen. En ik pakte de deken en die legde hem helemaal zo over me heen. En ze had deze bij zich. En die legde ze echt zo in mijn armen bij me. Toen deed ze de deken weer verder goed. Toen gaf ze me echt zo'n kus en deed zich zo. En toen kreeg ik hier weer een kusje. En toen liep ze weer weg. Maar dat doe ik dus altijd voordat ik ga slapen bij haar. Dus ergens krijgt ze dat toch mee. Want het was echt mijn ritueel, zeg maar. En ik dacht dat ze dat nooit wist. Omdat ze dan ver weg is. Maar ergens blijft dat toch hangen. Echt zo leuk. Maar goed. Ik moet eruit, maar mijn bed is weer te lekker warm. Ik heb dat altijd echt in het weekend. Dan ben ik wakker en dan denk ik, wil je gewoon echt nog 5 uur onder deze deken liggen. In deze warmte en het is zacht. En dan wil ik er gewoon niet uit. Ik heb me gedoucht en aangekeken. En ik heb Totally Spies afgekeken. Ja, je hebt Totally Spies af, hè? Totally Spies. Totally Spies. Totally Spies. Totally Spies. Je zet de tv maar uit. Wat wil jij? Moet ik het cadeau inpakken of wil jij het doen? Jij? Vind je leuk, hè? Ga ik het even klaarzetten. Oh, Sarah is zo lief aan het inpakken. Ik vind het wel leuk, maar jij vindt het leuk om te doen. En ik heb er eigenlijk altijd een beetje een hekel aan. Dus dat komt mooi uit, hè, Mop? Doe jij iets wat je leuk vindt en ik hoef het niet te doen. Ben je toch geconcentreerd? Ik ga mijn outfit trouwens laten zien, want dat blijf ik vergeten. Ik heb deze trui aan van Warehouse. Deze zit altijd zo lekker. Broek van Ishii en laarsjes van Vagabond. En ik vind Sarah de outfit zo leuk. Sarah heeft dit shirt en de jumpsuit zijn allebei, hè, van de Zara, geloof ik. Ja, de jumpsuit sowieso. Ja, die is sowieso. En dan heeft ze de replay schoenen eronder. En volgens mij het shirt ook. Kijk, ja. Ik vind het echt heel cool staan. Sarah vindt het een beetje wennen. Oh ja, en je replays. Die vind ik echt cool. Dat zijn jou. Je replays zijn echt cool. Je zei al mijn replays. Oh. Wil maar kijken. Sophie het ook. Hey. Stiekem meid. Ik voel me bekeken. Kijk hoe mooi deze bloemen zijn. Ik vind ze echt gaaf. Helemaal geweldig. Echt een mooi boeket. En deze ook. Die vind ik echt gaaf. Ik hou sowieso echt van bloemen. Fijn hoor. Fijn hoor. Fijn hoor. Hoi. Hoi. Waar zijn Nikki en... Allee! Zij is Nikki. Ik ben Nikki. Zij is Nikki. En ik ben Natalia. En ik ben niet zo mooi. En dit is Sarah. Kijk, ik weet niet. Ze weten wel dat ik dat ben. Ja, Sarah is er ook. Heel leuk. En dat is bij mijn is leuk, huis. Ja, hij is echt heel leuk. Kijk, ze heeft echt een heel mooi pak aan. Ze is hier echt heel mooi. Echt super mooi. Sarah, je twijfelt en, zo. En ja. En kijk, Natas heeft ook een hele leuke. En mijn moeder is jarig. Happy birthday to you. Dus ja, en mijn moeder heeft allemaal nieuwe kussens en foto's en die zijn heel lelijk. Maar wat is het? En ja, en ik heb wel echt een mooie broek aan, kijk, een mooie trui. Dus trouwens echt perfect, ik weet niet meer waar ik die van heb. Iedereen is nu wel zeer ziek, hè, schat? Oh ja, kijk, ik weet niet waar ik van dit heb, maar... Wel hier oh, kijken. Kijk nou!
nou? Wel hier kijken. Nee, jij moet weg. En ik heb dus zeg maar deze trui en ik weet niet waarvan die is. Ik heb hem al heel lang. Ja, maar die is echt... AliExpress. Echt? Ja. Oh, zou kunnen. Of van Wish of zo, weet ik niet. Niet zo heel goed. Maar deze trui is echt geweldig. Hij is echt lekker. Lekker vliesstof. Echt super warm. En ja, kijk, een hele mooie broek aan. Echt super. Die was echt ook 20 euro van New Yorker. Dus als je mij uit wilt stelen, mag dat voor mij. Ja. En Nikki, die heeft ook een. Ik weet niet wat voor shirt het is. Met een vogel, denk ik. Oh, kijk. Wat is dit? Jij bent wel adelaar. Een adelaar. Ik zag gisteren de havik bij een stal, hè, in de boom. Een havik. Ja. En ik ben vandaag bij mijn. Hey! Broek. Oh, hij heeft ook een boek aan. En we zijn dus vannacht bij ons paard geweest, maar hij had dus een heel erg wond in zijn oog. Maar het gaat nu alweer beter, want we moesten hem helemaal schoonmaken en zo. Ja, kijk, Feyenoord sokken. En Feyenoord? Ja. Oh, ik dacht altijd dat ik zelf sokken waren. Ja, kijk, hier zijn een hele gekke foto's van mij. Die zijn mooi ook. En mijn zus is gelukkig niet hier op stal. Thuis. Oh, echt leuk. En hier hebben we nog spullen waar Sarah mee aan het spelen was. En ja, dat was het. Dus drie mensen, ik weet dat dit het favoriete stuk was van de film, want ik ben de leukste. En ja, doei! Weet je het al? Ja. Zwarte Piet ging uit fietsen en klap. Zijn band. Toen moest Piet gaan lopen met de fiets aan zijn hand. Hij kwam bij een dorpje en zei tegen de smid: ik geloof dat er in mijn achterwiel een pepernoot zit. De smid pakte zijn. De Piet, of de smid moest toen lachen. En plakte zijn band. Toen kon Piet weer fietsen door heel Nederland. Goed zo, high five. Sarah ligt op bed. En ik ben hapjes aan het klaarzetten, want we hebben zo spelletjesavond. Maar vandaag niet met Orlando en Kelly. Oh wacht, ik word geroepen. Wij zijn met Peter-Jan. Oh, moest je even je klemmetje groen? Oh, dat is een foto. Nee, en Demi en Pim. En we spelen Two Colors. Het was weer een gezellige avond. En nu is het tijd om te gaan slapen. Dus ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik even op abonneren hieronder. Dan zie ik je graag morgen weer. Doei doei!